Ferrari met 115.000 kilometer erop. Is dat slim? Soms moet je niet te veel nadenken in het leven. Goed dat je er weer bij bent, Driver's Dream kijkers. We zijn weer in Uden. Jawel, op de koffie bij Classic Youngtimers. En dan weet je het al, hè. Weinig nieuwe auto's vandaag, maar echte klassiekers, youngtimers. Super mooi spul. En ja, er is nog iets. Er is een speciale reden dat we hier zijn, want we zijn wel heel erg geïnteresseerd in één auto die hier staat. Ja, en welke dat is, heb je misschien al in de teaser gezien. Maar deze is het niet. We doen even snel een rondleiding en dan komen we vanzelf uit waar we voor we gekomen zijn. Ruim 14.000 stuks zijn er gebouwd van de Lamborghini Gallardo. En daarmee is het nog steeds, met afstand, de meest populaire Lamborghini. De Uru zal er misschien voorbij gaan, maar dat duurt nog eventjes. Ja, en ze zijn er dus in alle kleuren, maten en soorten. Maar hier is er maar eentje van. En dan denk je, hoe kan dat? Een zilveren Gallardo. Nou, dit is de ex-Gallardo van, jawel, David Beckham. Toen hij nog bij Real Madrid speelde in Spanje. En ja, daar zijn weer fotootjes van met de Italiaanse vlag erop. Origineel 6.000 kilometer gelopen. Dus dat verklaart een beetje de relatief best wel hoge prijs van 112.000 euro voor dit exemplaar. Maar toch, hè, die Gallardo's, ja, die zijn wel goed aan het opdrogen. En er zijn er veel van. Zoek je nou een supercar voor relatief weinig geld, dan is dit wel je auto. Dit is er eentje met e-gear. Ik zou dan altijd de handbak willen. Zijn er maar weinig van, die zijn weer wat duurder. Maar als je zoekt naar prijs-kwaliteit, supercar, 10 cilinder, beetje Audi-betrouwbaarheid erin, nou, dan is dit hem wel, hoor. En elke video dat we er eentje kunnen vinden, zal ik hem blijven benoemen. De Renault 5 Turbo 2, de Renault Clio V6 avant la lettre. Ik vind het een heerlijk bommetje uit de jaren 80. Ja, dit schuifdak is niet helemaal origineel, hoeft voor mij niet. Maar de kleuren, ach, poepbruin, maar met een fantastisch interieur. Beetje licht, stoffig, beetje Alcantara er nog in, sportstuurtje. Dit is gewoon zo lekker. 160 pk, motortje achterin en kijk die uitgebouwde spatborden. Gewoon lekker. Uit de tijd dat Ferraris nog niet elke dag bruikbaar waren. Jaren 70, 80, hè. Ja, iedereen heeft altijd een beetje zijn persoonlijke voorkeuren. En dit zijn een beetje de Ferraris die de minste voorkeur bij mij hebben. Ik vind ze ook niet allemaal even mooi qua ontwerp. En de prijzen, ja, die zijn nog steeds stevig. Dit is een 512 BBI. Dat is er eentje zonder I, de BB. Productieaantallen, ja, om en nabij de 1000. Van de BBI zijn er dan iets meer dan 1000 geproduceerd. En de BB net iets minder. Maar ja, het zijn auto's, ja, daar moet je dan iets mee hebben. Ik vind ze persoonlijk nogal iets te veel op de 308 lijken. En ja, ze zijn best wel aan de prijs. Dik 200.000 euro. Als je het hebt liggen en je bent een fan van, sla je slag. Ik sla even over. Oh la la, une 911. Non, non, pas du tout. Alpine. Ja, die Fransen, die vallen Porsche best wel al lang aan. Dat stamt vanuit de jaren 60, 70 en helemaal doorgetrokken tot laat in de jaren 80. De Renault Alpine. Alpine is tegenwoordig sportmerk van Renault. Zelfs in de Formule 1 proberen ze het. Maar ja, in de jaren 70 en 80 was die Renault Alpine natuurlijk een auto die de 911 probeerde aan te vallen. Een halfslachtige poging, want buiten Frankrijk, ja, was het gewoon lastig. En je ziet het ook een beetje in de prijzen. Ondanks dat er relatief natuurlijk niet zo heel veel van gebouwd zijn, is het niet een hele dure auto. Maar wel ontzettend leuk om er weer eentje te zien. En zeker in deze kleur. Monza rood. Is het een Ferrari? Is het geen Ferrari? Nou, in Italië vonden ze uiteindelijk van niet. Ja, en durfden ze hem alleen maar de Dino te noemen. Maar er zit natuurlijk wel een Ferrari-embleem op. En ja, voor dat geld, 62.500 euro, heb je misschien wel op de mondiaal na goedkoopste Ferrari die er is. En langzaam dalen we af naar de begane grond waar, ja, de klapstukken altijd staan bij Classic Youngtimer. En over klapstukken gesproken. Tadaa, kaboom, daar staat hij dan. Een van de eigenaren van dit bedrijf, die vindt het altijd leuk om auto's een beetje aan te pakken, een beetje te verbouwen, een beetje te verfraaien. En ja, dit is er één. Eerdere projecten heb je misschien al gezien. De Nissan GT-R hebben wij eerder mee gereden ook. En ja, dat is echt een offroad geworden. De 550 Maranello Brad Van hommage is hier ook nog geweest. Werd meteen weer verkocht.
Deze is net nieuw. Op basis van een Ferrari 575 Maranello, noemen ze hem GTC Stradale, helemaal race uitgevoerd. Zoals hij destijds ook in het kampioenschap reed, 20 jaar geleden. De motor is nog standaard, voor zover het standaard natuurlijk is bij Ferrari. Maar voor de rest is echt, ja, dat dit gewoon, want het staat op Nederlands kenteken met deze taartschep, dat het überhaupt legaal is, fantastisch. En we zeiden het al, een van die eigenaren die houdt gewoon van leuke, gekke projecten. Dit is de Silver Spectre, oftewel een Rolls-Royce Raid, zoals je het nog nooit hebt gezien. Namelijk als, ja, fastback, shooting brake met, kijk hier, ik vind het even gaaf om te zien. Een Rolls-Royce station car waar, ja, best wel wat bagage in kwijt kan, maar het is ook weer niet extreem, maar ja, uniek om te zien. En daar aan de overkant, ja, daar staat weer zo'n apart project. Kom maar mee. Dit ziet eruit, tenminste van voren, als een enigszins normale Range Rover, maar dat is het niet. Want als je goed kijkt naar de daklijn die zo schuin afloopt, dit is een driedeurs coupé. En dit is een hommage aan de eerste generatie Range Rover, want dat waren driedeurs auto's, coupés. En Range Rover dacht ter ere van hun 70-jarig bestaan van, we gaan in een oplage van 1000 stuks weer deze coupé nabouwen. Hebben ze niet aangedurfd, financieel te riskant. Ja, en Niels van Roy Design, de Nederlandse designer, die heeft toen in opdracht deze auto gebouwd. Mag officieel geen Range Rover heten, daarom Adventum Coupé. En we gaan een beetje haast maken, want er staat zoveel hier beneden, waar de landen Engeland en Italië nogal de boventoon voeren. Maar deze wil ik er even uitpakken, hè. Bentley Continental T, helemaal mullen en gespekt, origineel Nederlandse auto, die in 1999 de duurste auto van Nederland was. Ruim 700.000 gulden en nu al van, nou, 99,5. Maar blijft uberdik om te zien. En dan komen we een beetje zo aan bij het klapstuk van de veiling. Althans, wat ik het klapstuk van de veiling vind. Tadaa! Een Ferrari 550 Maranello. In een eerder video, misschien weet je het, van One Car Life, en als je dat niet weet, klik maar even hier, hebben we toen met een collectie van Ferraris gereden, waaronder een 599 GTB, een 430 Scud en een 550 Maranello. Ja, en die hernieuwde kennismaking, ja, die bracht bij mij wel weer die gevoelens naar boven van, ik wil een Ferrari 12-cilinder met een handbak. En waar kom je dan uit met een handbak? Bij dit. Ja, en toen kwam deze online in Verde Zeltweg, oftewel het groen. Ja, ik vind het een lekkere spec. Hij heeft verdomd veel kilometers gelopen, dus is het verstandig? Moet ik het doen? Nou, we gaan het uitzoeken. Ja, de eerste reactie is natuurlijk wel lekker. 485 pk komen tot leven en ik ruik al meteen een beetje die benzinedampen. Maar kom, we gaan even een stukje rijden. Klik-klak, klik-klak. Ja, dat is lekker, hè. Meteen alweer roeren in het haanpatroon. En ja, ik vind die metalen geluidjes zo fijn, hè. Dat is echt dat schakelgevoel. Ja, natuurlijk de motor nog even aan het opwarmen. Maar oh, ja, ik word er maar vrolijk van. ...7.500 toeren, ja, voor een 12 cilinder. Dat was natuurlijk wat in de jaren 90. De auto is, het ontwerp van de Maranello is 25 jaar oud. 1996 kwam die op de markt. Dit is een exemplaar uit 1998. En het is de eerste in Nederland geleverde in deze kleur. Verde Zeltweg, oftewel groen. Ja, die kleur was nog niet, eigenlijk nog steeds niet zo populair. Maar ik vind hem fantastisch. En er zijn er ook niet veel geleverd in Nederland. Ik heb het even uitgezocht. En er zijn er maar uiteindelijk 5 in het groen origineel Nederlands geleverd. Dit is de allereerste. 98. Kijk, het raam doet het gewoon nog na 23 jaar. Dat weet je natuurlijk nooit bij een Italiaan. Die zijn natuurlijk net zo betrouwbaar als Italiaanse lovers. Dat is ook niet altijd best. Maar voor een Ferrari van deze leeftijd tot nu toe, alles werkt, alles doet het. Geen lampjes branden so far. Dus bemoedigend, bemoedigend. Ja, die kilometerstand, ja, die is natuurlijk bij een normale Golf of een Ford allemaal niet zo bijzonder van een auto van 23 jaar oud. Maar bij een Ferrari natuurlijk wel. En ja, dat
is natuurlijk tricky. Want ja, ik ben geen poetser, geen verzamelaar. Ik vind dit soort auto's moet je kopen om te rijden. En dat zal ik dan ook gaan doen met zo'n auto. Maar een Ferrari van 23 jaar oud, een 12 cilinder met 115.000 kilometer. Die gaat bij mij makkelijk naar 150.000, 160.000 kilometer. En het onderhoud, hè, dat is natuurlijk de grote vraag. Want breng hem maar naar Kroijmans of Münsterhuis of desnoods naar Forza Service in Os bij Alex Jansen. Ja, je bent natuurlijk wel aan de beurt met een beurt. En ja, die garantie, nou dat hadden ze toen nog niet, 7 jaar garantie. En ja, dat is de grote vraag. Maar ja, als je daar overheen gaat zitten, ja, dan moet je gewoon geen Ferrari kopen. Maar ik vind wel voor een beestje met toch wel wat kilometers erop, dat de staat van het leer, je kunt het heel goed aan de stoelen zien, hè, de staat waarin ze verkeren. Tuurlijk, het leer is een beetje aan het krakeleren, maar dat kun je ook nog wel mooi laten maken. Maar het is zeker geen afgerachte auto. Absoluut niet. Ik moet zeggen, het ziet er allemaal wel netjes uit. Alleen ja, die Parrot, nou, talking about jaren 90. Ja, natuurlijk leuk voor je Bluetooth-verbinding, maar dat sloop ik natuurlijk meteen uit. Achteruit. En die koppeling, die vind ik ontzettend meevallen. Je zou verwachten met zo'n 12 cilinder dat die heel lomp, heel brusk is. Maar dat valt allemaal wel mee. En ook niet zwaar. Goed te doseren. Ja, en dan schakelen. Het is toch veel leuker dan flipperen dit, mensen? Veel leuker. Het is niet sneller. Dat klopt. Je bent wat trager. Hey, je hebt geen haasten in een Maranello. Dat is een GT. Die is bedoeld om te toeren. Ja, en dat moet je niet vergeten als je dit nou vergelijkt. Het is echt niet voor te stellen. Dit is de opvolger halverwege de jaren 90 van de Ferrari Testarossa. We komen uit het tijdperk jaren 80. Alles is wild. En ja, zo'n Testarossa met zijn louvres. Maar natuurlijk vooral met de motor achterin. Ja, de CEO toen van Ferrari in de jaren 90, dat was Luca di Montezemolo. En die man, ja, dat was een soort halfgod in Ferrari. En die had grootse plannen met Ferrari. Die wilde dat bedrijf gewoon opstuwen in de vaart der volkeren. En vooral groot maken. En dat doe je door Ferraris te bouwen die veel meer bruikbaar zijn. Want een Testarossa is natuurlijk heel leuk om naar te kijken. Maar om mee te rijden naar Zuid-Frankrijk. Wow. Dus het ging die Montezemolo om de bruikbaarheid. En de puristen, ja, die vonden het maar niks, hè. Je moet je voorstellen, de mensen die echt een Ferrari moet sportief en hardcore zijn. Ja, die vonden dit maar een slap aftreksel, een doetje. Maar ja, die Montezemolo heeft tegelijk gekregen. Want dit was, vergeleken met de Testarossa, een absoluut verkoopsucces. Grappig, hè? 18 inch velg. Ja, het staat hem wel goed, maar het is zo klein. 23, 50 jaar geleden vonden we dat, wow, 18 inch. En nu is het, ja, alsof het uit een of andere Mini Cooper is weggetrokken. Maar voor de rest, kijk nog eens even naar de clean lijnen. Ik zei het al, deze auto is zo'n wereld van verschil met zijn voorganger, de Testarossa. Geen louvres, geen hele brede schermen, geen spoilers, niks. Deze auto moest gewoon weer een beetje het Gran Turismo, een beetje de grandeur terugbrengen. Ja, en dat is natuurlijk gelukt. Helemaal in deze kleur, want ja, ik vind het dus fantastisch dat Verde Zeltwerk. De meeste Maranello's die ook in Nederland werden geleverd, grijs, rood, blauw, zwart. Als je de optielijsten van nu bekijkt van Ferrari, ja, dan zijn ze gewoon, het zijn boeken. Pagina's en pagina's kun je aankruisen. En toen, 25 jaar geleden, was er niet veel te kiezen. Ja, je kon de, zeg maar, de remklauwen, die kon je dan kiezen. Nou, in dit geval zijn ze zwart, of wil je ze rood of geel. Je kon het interieur een beetje qua kleur aanpassen. En dat was het dan wel. Dan was de koek op. Ja, het personaliseren van een auto, het spekken, wat nu bij al die merken gemeengoed is, ja, dat is echt iets van de 21ste eeuw. Wat ik dus mooier vind aan de 550 Maranello ten opzichte van zijn opvolger, de 575, is bij die 575 werd die luchthapper wat groter. En die smile hier, die werd gewoon twee keer zo groot. Werd gewoon een soort breedback kicker. Natuurlijk meer lucht die natuurlijk naar binnen werd gezogen. Ik vind het niet zo mooi. Ik vind de lijnen van de 550 daarin mooier. En qua rijden is die gewoon net even wat rauwer dan een 575. Die werd toch wat softer, meer voor de Amerikaanse markt afgesteld. Kijk eens, de complete Ferrari toolset. Ja, dat heb je toch niet nodig, gereedschap bij een Italiaan. Ik bedoel, leuk die nijptang, maar dat is natuurlijk gewoon om je neusharen bij te knippen.
Niet op een Ferrari, die doet het altijd. Nou, dit is dus de kofferbak van een 550 Maranello. Ja, travel light. Maar ja, dat brengt ons wel bij het meest onbegrepen compartiment van de auto. Dat is namelijk dit. Hier liggen ook van die riemen en daar heb je een hele mooie kofferset voor. Hier past dus een enorme koffer als je een weekendje weggaat. Alleen de catch 22 situatie is dus, hoe krijg je die enorme koffer dus tussen de stoelen hier geleverd? Kijk, dat past dus niet. Dus dat is weer heel logisch nagedacht op zijn Italiaans. Nolt. En we hebben natuurlijk nu Akrapovic, Novitec en God knows hoe ze allemaal mogen heten. Maar in de jaren 90 had je Tubi, de Tubi-stijl. En een Maranello met een Tubi-uitlaat, ik weet het nog heel goed. Er was een vastgoedondernemer in Amsterdam, waar ik toen ook woonde. En ja, elke keer als hij dat ding startte, de ramen 300 meter verderop trilden er nog uit. Heerlijk, dus misschien moet er dan toch wel een Tubi onder. Je hebt eigenlijk twee soorten Ferraris. Je hebt de 8-cilinder met de motor achterin en dat zijn de herriemakers, de racers en de Grand Tourers. En de Grand Tourers, ja, die hebben de 12-cilinder voorin, want ook de 599 tot aan de 812 Superfast nu. Dat zijn de auto's, ja, voor mij de echte Ferraris. 12 cilinders. En 0 tot 100, 4,3 seconden. Natuurlijk in het huidige tijdsgewricht. Elke Golf en Audi kan het. Het zal wel. Toen was dat gewoon wel echt indrukwekkend. En een top van 320 km per uur. Die hij gewoon met gemak haalde. Hè? Met zijn 6 versnellingen. Alleen ja, je moest wel een beetje ballen ervoor hebben. Want ja, listig, dat is hij ook nog steeds. Het is vandaag gelukkig lekker droog. Maar 485 pk op je achterwielen. Zo'n Maranello. Dat is best een listige auto. Ik ben toch wel verbaasd. Ik wil zo'n ding wel eens een keer op de rollenbank zien. Wat hij nou echt kan. Of hij alle 485 pk nog heeft. Maar hij gaat er wel vandoor hoor. Ja, en kijk nog een keer naar het stuur. Een huidige Ferrari. Wat zit er allemaal op? Richtingaanwijzers, ruitenwissers. Je kunt de Manettino knop bedoelen. Hier helemaal clean. Helemaal niks. Behalve de tuter. Ja, dat klinkt echt alsof Donald Duck eraan komt. Maar ja, ik vind het wel echt, het heeft toch wel wat. Lekker rustig, lekker clean. En die 12 cilinder doortrekken naar 7500 toeren. Dat blijft toch het feest, kers op de taart, het geniale aan deze Maranello. Gurk de cameraman, die wil natuurlijk de hele tijd weten en. Ja, dit is toch wel een kolfje naar mijn hand. Dit is een auto waar ik ontzettend blij van word. En ja, ik vind de prijs-kwaliteit te doen, maar ja, die kilometers. Ik ga er nog heel even een nachtje over slapen, maar ja, ik ben wel heel positief. Alleen ja, een Ferrari met 115.000 kilometer erop, is dat slim? Soms moet je niet te veel nadenken in het leven. Zo, de Maranello is weer terug bij Classic Youngtimers. En ja, ik ga Arno, die staat daar, maar eens even heel lief aankijken. Want wij moeten nog even een klein hobbeltje overwinnen. Maar Ja, vond je dit nou weer een leuke video? Like en subscribe op ons kanaal. Hè. Word friend van de brand van Driver's Dream. Like ook even deze video. Abonneer op ons kanaal. En dan zie ik je de volgende keer.